Nou, we hebben natuurlijk een hele lange periode voor de winterstop gehad van winnen, verliezen, winnen, verliezen. Hè. Een hele, volgens mij een serie van 10 wedstrijden. Toen hebben we er zelfs gepresteerd om voor de winterstop de 2 achter elkaar te verliezen. Dat zat niet in de planning. Maar dat hebben we nu wel in ieder geval rechtgetrokken door niet meer te verliezen na de winterstop. 2 gewonnen, 1 gelijk. Ja, we proberen die lijn natuurlijk door te trekken. Ja, inderdaad. 7 punten na de winterstop komt TEC op bezoek. Zijn jullie vol zelfvertrouwen? Hoe staat het ervoor met het zelfvertrouwen? Nou, dat zit wel goed. Hey, we presteren gewoon volgens eigenlijk zitten we net boven de doelstelling. Alleen dat dit een beladen potje is in eerste instantie voor TEC. Hey, die hebben een achterstand van 8 punten goed te maken. Kijk, als wij aan het einde van de rit nog steeds op 8 staan, dan ben ik tevreden. Maar goed, als we ze op 11 kunnen zetten, dan zou het helemaal mooi zijn. Want dan ga ik echt voor het eerst naar het linkerrijtje kijken. En met welk vertrouwen zijn jullie hier naar Lisse afgereisd? Ja, vol vertrouwen. Kijk, we weten ook dat dit is ook een 6-punten-duel. Hè? Uiteindelijk is het zo, we haken aan bij Lisse op 20 uit 20. Hè? En dan blijft Lisse op 23. Of Lisse gaat naar 29 en dan is het weer een gat van 9 punten. En dat moeten we voorkomen. Ja, maar het was wel even nodig, hè? Want het was half november dat jullie voor het laatste 3 punten hadden gepakt. Wat merk je dan in een ploeg? Ja, dat merk je aan alle kanten. Kijk, als er ontstaat onrust, er zijn altijd blessures op dat moment. De mensen die afhaken. Nou, er zijn natuurlijk nog wel, het is nog wat een en ander gebeurd binnen de vereniging. Dat weet je ook. En ja, dat heeft ook wel wat met die spelersgroep gedaan. Bal richting Buimer van de Spam. Doet goed mee. De doelman. Met een snelle spelervatting, want het is 2 tegen 2. Holder. Holder. En Van der Werf. Is op tijd terug. Buimer. Hoekschop. Goed aangesneden hoekschop. Zo. Het eerste gevaarlijke moment voor de goal van TSC. Buis. Zo. Holder is snel. Vink. Geef hem geen ruimte, Vink. Ja. Zag wel dat daar de opening was. Maar ja, Van Gessel kon het niet belopen. Hagari. Hagari, Hagari en Van der Spam. Daar hebben we even op moeten wachten op hem, op Hagari. Krijgt hier wat ruimte. Seller is te laat en ook Disveld. En Van der Spam met een moeizame reactie. Komen. Dat is de man die de restverdediging moet bewaken bij Lisse. Samen met Ababio. Oeh, dat gaat me net goed. Want Vermeer geloofde daarin in die bal. Ababio. Oh, wat doe je daar? Ababio geeft zomaar de bal weg aan Grot. Vermeer. Ja, je kan ook nog te veel willen voetballen, maar het loopt goed af voor Lisse. Dit was Ababio. Speelt de bal zomaar te kort terug. En Grot in duel met Van der Werf. Dan Vermeer. Ja, Holder krijgt dan de bal niet goed aangespeeld. En er was ook nog een speler van Lisse in de buurt. Grot. Grot. Binnen het half uur heeft TSC toch 3 grote mogelijkheden gehad in de wedstrijd. Holder. Goed. De ingreep van Justin Valk. Vink. Weer Valk. Opgevangen door Holder. Hier raakt geblesseerd, geen overtreding. Hagari. Komen. Van Eewijk wil hem aan de andere kant. Stevens. Hagari. Buis. Van Eewijk. Krijgt de bal niet bij Buimer. Van der Spam, die had even geen contact met Zeller.
dom momentje. Komen is snel. Komen met een voorzet. En zo kan TSC ook wel foutjes maken in de laatste linie. Weggewerkt door Zeller. Grot en Holder. Kan niet in balbezit komen, dat kan niet. Maar ja, heeft geen contact met Vink. Buis. Hagari. Nu dan. Ja, nu wel. Het is Buimer. En zo hebben we een doelpunt op slag van rust. Bas Buimer. Het werd wat onrustiger bij TSC. Buis gelooft in deze bal. Ja, Hagari wordt niet verdedigd door Van Gessel. En Buimer sterker dan Disveld in de doelmond. En zo leidt Lisse met 1-0 door deze goal. En het is meteen rust. Goed moment dus om te scoren. In ieder geval gaat Lisse met een goed moment richting de kleedkamer en richting de rust. Maar ja, Lisse voldoet gewoon aan de doelstelling, de tussendoelstelling. Als promovendus uit de derde divisie. Via de play-offs kwam Lisse in de tweede divisie, TSC. Grot, ja, je mag best een bal aannemen, Grot. En Holder, kan hij hiervan profiteren? Holder, is dit de gelijkmaker? Ja, het is de gelijkmaker. Van Gessel. Ja, wanorde in de verdediging, dat hebben we vaker gezien bij Lisse. De diepe bal, goed gespeeld van Hofwegen. Grot laat de bal lopen, miscommunicatie. En het is Van Gessel en de gelijkmaker. En eigenlijk wel verdiend, maar wat een comedy capers daar. Buis in de problemen, samen met Valk. Lisse. We gaan richting het uur. Bij die 1-1 tussenstand. Lisse vlak voor rust via Buimer en Van Gessel. Zo even met de gelijkmaker. En twee keer ontstaan de onrust in de laatste linie. Zowel bij TSC als bij Lisse. Van Ewijk. Van Ewijk en... Oh, goed binnengekopt zeg. Door Buimer. Zijn tweede. En wat een fantastische balbehandeling van Ewijk. Die hem daar palklaar neerlegt. Voor Buimer. Die hoeft er alleen maar zijn hoofd tegenaan te zetten. Van Ewijk kijkt. En Buimer. Fantastisch binnengekopt. En 2-1. Bonnie Eiken. Van Ewijk. Raus. Met een goede opening. Nou, ik zou schieten. En Van der Sman. Aardige aanval van Lisse. Zo, uiteens geschoten. Dat is een aardige binnenkomer voor de invaller Bas Westerlaken. Wat is het plan B voor TEC? Van de Putten. Over een goaltjesdief gesproken. Van de Putten. Disveld. Van Gessel. Ja, het is met de twee voorop altijd alles of niets. Grot en Holder. Die moeten de ruimte hebben. Van de Putten. Ik zei het u. Levensgevaarlijk is hij. Disveld. Wint het duel van Hagari. Geen overtreding. Van Hofwegen in de problemen. Vink schiet de bal zomaar in de voeten van de aanvoerder van Lisse. Raus. Die speelt de bal zomaar achterkomen. En dus kan TSC de bal oppikken. Grot. Die heeft heel veel ruzie gehad met de bal. Tot dusver. Vink. Het is een lekker balletje. Komt daar de gelijkmaker aan. Is dit een strafschop? Ja. Kutsch. Ja, hij is van waarde dus, Kutsch. En dit is de kans om op gelijke hoogte te komen voor TSC. Kutsch gaat wel makkelijk naar de grond. Maar ja, ik zou het ook gedaan hebben als aanvaller. Aanname en ja, het is een panel. TSC is goed in de slotfases. De laatste weken scoorden ze 13 keer. In de laatste fase van een wedstrijd. Kutsch. Dat is lef hebben zeg. Dit is echt lef hebben.
Maar wel goed gedaan. Ik denk, wat doet hij? Dan maar zo, lekker die sleepbeweging. De keeper naar de andere hoek. Kijk, Kutsch. Hallo, ik ben spits van beroep. Gaan er vandaag weer punten bij komen voor de ploeg die in degradatienood verkeert. Stevens. Oh! Buis. Van Eewijk met Hoekschoppendassen, 3-2. Ja, driemaal is scheepsrecht. Hij heeft driemaal kunnen koppen. Het is Buis, de verdediger. En weer het moment van Eewijk met de assist. De kleinste man van het veld wordt helemaal vrijgelaten. Hoe kan die man daar zo vrij staan? Niels Buis. En het is afgelopen hier in Lisse. Lisse wint met 3-2. Het is een benauwde zege, maar wel een dankbare zege voor FC Lisse. Dat dus in de middenmoot, vast in de middenmoot staat. En afstand neemt van de staartploegen in de tweede divisie. En TSC, ja, dat moet de komende maanden nog vol aan de bak om degradatie uit die tweede divisie te voorkomen.